Als bij u de diagnose alvleesklierkanker is gesteld, kan een van de behandelmogelijkheden een operatie zijn. Alvleesklieroperaties worden in Nederland alleen uitgevoerd in zogenaamde expertiseziekenhuizen. Dit zijn ziekenhuizen met een speciale zorgfunctie. Jeroen Bosch Ziekenhuis is zo'n expertiseziekenhuis. En als een van de weinige ziekenhuizen in Nederland voeren we deze alvleesklieroperaties uit via laparoscopie, oftewel een kijkbuisoperatie. Ongeveer een derde van de mensen met de diagnose alvleesklierkanker komen in aanmerking voor een operatie. Er zijn een aantal factoren waar het van afhangt of een operatie kan plaatsvinden. Allereerst de soort tumor, de locatie van de tumor, of het doorgroeien is van tumor in andere organen en of er uitzaaiingen zijn. Als de tumor te verwijderen is, dat geeft kans op genezing. Soms blijkt helaas tijdens de operatie dat de tumor niet te verwijderen is. In de wachttijd naar de operatie heeft u regelmatig contact met de verpleegkundig specialist. Ze bespreekt hoe het met u gaat, zodat u in een zo goed mogelijke conditie de operatie kunt ondergaan. Je hebt gesprekken met de chirurg gehad en alle onderzoeken zijn afgerond. Hoe is het op dit moment nu met u? Ik ben 8,5 maand geleden, 8,5 maand is nu dat ik geopereerd ben. De begeleiding was dus zodanig dat er dus als duidelijk uitgelegd werd hoe de operatie zou geschieden. Dat er dus een therapeut bij moest komen, wat als ik wakker zou worden allemaal aan toestanden aan mijn lichaam zou hebben. Dus dat soort dingetjes werd allemaal uitgelegd. Op de dag van de operatie wordt u al vroeg naar de operatiekamer gebracht. De operatie duurt ongeveer 6 uur en wordt door 2 chirurgen uitgevoerd die in deze operatie gespecialiseerd zijn. Afhankelijk van de plaats en de grootte van de tumor bepalen we hoe uitgebreid de operatie zal zijn. De alvleesklier ligt achter in de buik tegen de rug aan, verbonden met bijvoorbeeld de dunne darm, de galwegen en ook de grote bloedvaten. Bij het wegnemen van de tumor moeten we ook een deel van de omgeving van de tumor verwijderen. Dat maakt dat die operatie lang duurt en een groot impact heeft op het lichaam. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis proberen we de impact van de operatie te verminderen. En dat doen we met een speciale operatietechniek, een laparoscopie, ofwel een kijkbuisoperatie. We maken dan ongeveer 5 sneetjes van 1 centimeter in de buik. Door die sneetjes doen we de operatie en we zien dat mensen dan sneller herstellen dan van een hele grote operatiewond. Na de operatie wordt u enkele dagen opgenomen op de intensive care. Op deze afdeling kunnen we goed zicht houden op u. Mochten er complicaties optreden, dan kunnen we daar snel op reageren. We beoordelen zorgvuldig wanneer u naar de verpleegafdeling kunt gaan. De verpleegafdeling is zeer ervaren in de opvang van patiënten met een alvleesklieroperatie. We streven ernaar om u pijnvrij en goed vitaal uit het ziekenhuis te ontslaan, zodat u in alle rust thuis verder kunt herstellen. Vaak volgt chemotherapie na de operatie nog als een aanvullende behandeling. Gemiddeld liggen mensen 10 tot 14 dagen bij ons in het ziekenhuis, sterk afhankelijk van of er complicaties optreden. Het totale herstel kan een maand of 3 duren. Er is een reële kans dat iemand na de operatie suikerziekte ontwikkelt of andere klachten krijgt omdat de alvleesklier niet meer goed functioneert. Gelukkig kunnen we die meestal goed behandelen. Op dit moment is het heel goed. Ik mankeer eigenlijk zeg maar niks meer. Ik ben nog 1 dag in de week weer aan mijn werk begonnen. Nou, ik heb die operatie, ik heb dus nog nooit in het ziekenhuis gelegen. Dus alles wat er zou gaan gebeuren, dat was voor mij allemaal nieuw. Dus ik heb alles maar op me af laten komen. En als ik op terugkijk, dan ben ik gelukkig dat het zo afgelopen is. Ik voel me nou weer 100% gezond. Ik doe alles wat ik vroeger deed. Voor meer informatie over deze ziekte en de behandeling in het Jeroen Bosch Ziekenhuis kunt u terecht op onze website. Voor vragen over uw eigen situatie kunt u altijd contact opnemen met uw eigen verpleegkundig specialist.